vijf dagen Gentse feesten. Een mens zou er moe van worden. Gelukkig kreeg burgemeester Matthias de Klerk een rolstoel om even te bekomen. Meer nog, hij mag zijn eigen begrafenis bijwonen. En mogen wij dan ook vragen om deel te nemen aan uw eigen afscheid? Moeken. Moet kunnen, in Gent kan alles. Beste inwoners van Gent, met een zwaar gemoed staan we hier vandaag samen om afscheid te nemen van onze geliefde burgemeester Matthias de Klerk. Alia jacta est. Rust zacht, lieve Matthias. We laten eerst de familie groeten en dan mag de rest komen groeten aan de kist. Als jullie dat zijn. We hebben ons een beetje een treuntje moeten laten, hè? Ja, ja. En ik vond het dat als ze streunen zo over dat volk, dat vond ik echt toch maar niet. Nee, toet toet jongens, u is daar een beetje bij ons. Ik weet het, maar ja. Ik weet het, jong. Moesten dat gelijk ze toch? Vond ik dat Fries kunnen. Een beetje onder de indruk had ik het gevoel. Ja, natuurlijk, hè. Onder de indruk, uw eigen begrafenis. Iets zeer speciaal. Het was ook schitterend om te zien hoe dan de mensen afscheid kwamen nemen. Ook nog eens het graf begroeten of een presentje achterlaten. En dat allemaal dat je dat kan aanschouwen, heel bijzonder. Ik ben blij dat ik terug onder de levenden ben. We worden van heel veel mensen, oudere mensen, knarren, worden we zeggen van ja, er is niks meer voor de mensen te doen. We kunnen niet meer buiten komen hoor. En toen dat we zoiets van, allee jong, weet je wat, wij gaan hun de volledige kaarten trekken van de senioren. En dan we proberen hier iets van te maken waarbij dat eigenlijk als publiek toekomt in een soort hek Bataknar woonzorgcentrum. Vandaar iedereen met een verpleegsterpakje, iedereen is dokter. Dus de knarren houden het open en het publiek wordt betutteld. Dat is de bedoeling. Hoe help jij de mensen die hier binnenkomen? Door ze op hun gemak te stellen, dat we voor hun zorgen. We vragen natuurlijk eerst of ze hun pilletjes gepakt hebben, of ze pamperkes mee hebben. En dan komt eigenlijk alles in orde. We zeggen ook wat dat te doen is. Dat ze naar de seksshop kunnen. Dat ze kunnen koekhappen. Mastellen streken. Dat er veel plezier is. Maar je hebt allemaal uw pilletjes gepakt. Ja. Ja? Had u een bepaalde tactiek? Altijd achteruit gaan. Altijd achteruit gaan en nog heel op tijd vooruit. Dat is de tactiek. Voor de mensen thuis van AVS, van harte welkom. U had ook kunnen komen en u hebt nog een paar dagen tijd om, ook al bent u oud en versleten, Bataknar ontvangt graag iedereen. Jawel, ook de mensen van AVS. Jawel, AVS. Hier is de winnaar van vandaag. En de hele tijd wordt sociaal. Met moeite, Tjerne, de Stroop en Spangers en met al draaien een vrouw geweest. Dat past bij de Gentse feesten. In de seksshop Uuk zijn er ook vrouw geweest te krijgen. Dat is de Max, die hier niet geweest is en die vrouw is niet geweest op de Gentse feest. Wie van Bataknar moet het zingen? En dan we toffe knarren zijn, dat willen we weten. Door hem komen we. Sommige mensen die zo openbloeien, het is waanzin. Vandaar dat we eigenlijk al keihard denken om volgend jaar een tweede editie te doen, want het is zo leuk. Vroeger was de Gentse feesten
Laat de stad verloten. Voor dezelfde wil die zal die in mijn op strooten. In een jaar met al die verkiezingen konden Koen Krukke en Luc de Bruiker niet achterblijven. Dus voor hun nieuwe voorstelling in de Minaar mag het publiek zelf de nummers kiezen. Geld van angstzielige genoegen. Geld van sluipers en van roders. Geld van werkers en van shoulders. Momenteel ben ik dus de stembiljetten aan het uitdelen, want het is dus wij kiezen voor de muziek. Er zijn eerst 10 liedjes die wij kiezen uit ons groot repertoire van 120 liedjes. Want de 7 jaar dan maar samenwerken. En toen mag het publiek uit 15 liedjes kiezen en daar gaan we 10 uitpakken in de meeste stemmen. En zingen we eigenlijk, ja, het is elke voorstelling anders. Ah ja, tuurlijk. Dat kun je kiezen. Wat ga je kiezen? Ja, La Via Rose. En de Toreador, dat is Java Romein Koning, eigenlijk. Ga je ook een beetje beïnvloeden, of niet? Nee. De gedachten zijn vrij. En zelfs als ze maar het zuur veranderen, pleuken toe dat ik het niet zo gezien heb. Maar mijn momenten, Weet je wat dat kon hier niet meer zijn? De Samsung. Ah, dat gaan we zo. Dat was dat op waard. Dat was dat op waard geschreven. Ja. Koen, ik wil wel even melden dat Luc soms een klein beetje beïnvloedt. Ja, ik weet het. Hij wil het in de Samsung rock doen. Hij spegeert met in een hond, hè. Ik het niet. Voor wat gaan jullie kiezen? Ja, zeker de Samsung rock. Ah, nee, dat mag niet. Ah, jawel, hè. Oh, Paul de Leeuw, ik heb je lief. Dat vind ik prachtig. En dan zeker eentje van Robin de Koning, de Tandem, hè. Dat moet erbij. Ik heb gekozen voor Piaf, hè. Een man die Piaf zingt, ja, maar dat is verkruk, hè. Piaf, ja, dat zijn mijn topfavorieten. Midden in de voorstelling krijgen we die envelop, doen we dat open. En voor ons is het een even grote verrassing. Hè? En ja, na 3 voorstellingen zullen we misschien wat tendensen kunnen waarnemen. Zie zijn de mensen dan in de envelop. Wat zingt hij aan, die Geer? Ik zeg, dat kan niet zijn. Test niet zo goed. Over goede mensen vliegen, test niet te doen. Is dat tekenend voor de band die je hebt met Koen Krukke dat jullie dit kunnen doen? Ja, ik denk als je zoiets moet doen, dan moet je vlot kunnen op elkaar inspelen. Moet ook tegen de stoot kunnen. Hè? Dus we geven ook wel wat prikjes aan elkaar. Maar bon. Het is 7 jaar dan samenwerken. Dus, en we merken wel dat die vriendschap hebben die we voor elkaar, dat die ook overstraalt naar het publiek. En dan is het heerlijk, hè. Het was opnieuw een sfeervolle avond in het Boudeloo-park. En het podium aan het water is het ideale decor voor een magisch vuurspektakel. Het Mezingplein van de Gentse Feesten, dat is de groentemarkt. Hier staan elke dag verschillende coverbands op het podium met maar 1 doel. Het hele plein aan het zingen en dansen krijgen. Hoe is het hier al geweest op de groentemarkt? Ah, supergoed, hè. Al daar vondbak ambiance. Echt ons vernieuwd concept, meer richten op jongeren, slaat enorm aan. En heel blij publiek hier. Heel aangenaam, veel ambiance, veel sfeer. Heel leuk.
De regen is weggegaan en ja, de zon kwam op. En, ja, de sfeer is echt top. Heel veel volk, superleuke optredens. Echt top. Hoe komt het dat jouw stem hees is? Dag 5 van de Gentse feesten. Let's go! Kan jij de meeste nummers meezingen? De meeste. Het zijn er veel, hè? Het zijn er heel veel en naarmate de avond vordert, naarmate dat je er eigenlijk tegen de verwachtingen in meer kan meezingen. Dus dat is fijn, ja. De Gentse feesten is echt iets unieks. 10 dagen op rij en de groentemarkt. Ik vind altijd goede bands. Wij doen een jaarwedstrijd en ongeveer 800 groepen bieden zich aan per jaar bij ons. En alleen de beste mogen hier dan optreden. Dus wij doen een scouting en een jurering. En ook tijdens het feest doen wij een jurering. En dat werkt heel goed. Kom allemaal naar het feesten! Voilà, je hebt het gehoord. Nog 5 dagen om te profiteren van de Gentse feesten. Veel plezier en tot morgen.